Margriet, vertel me eens. Je bent terug bij Tien om te zien. Hoe voelt dat? Heerlijk toch. Ongelooflijk de tijden die ik meemaak. Ik geniet er met volle teugen van. Dat mag echt iedereen weten. Zeg, hoe voelt dat hier nu om terug op de zeedijk te zijn? Want dat is voor jou ook jaren geleden waarschijnlijk, hè? Wel, ondertussen heb ik hier al terug een paar keer gestaan. Maar ik kan u verzekeren, de eerste keren klopte mijn hart toch wel een beetje sneller. En als ik zo kijk op de zee en op het strand, dan denk ik toch wel aan die heerlijke tijden van toen. Jawel, jawel. Is er veel veranderd sinds toen? Eigenlijk niet. Ik moet eerlijk zijn, er staan alleen nog veel meer appartementen dan vroeger. En er zijn precies nog meer mensen aan de zee dan vroeger. Maar eigenlijk, is niet zoveel veranderd. Je ziet dat de mensen nog alle dagen hier genieten van ons klein stukje zee en strand. Het is toch wel formidabel eigenlijk, hè? Zeg, na jou lekker blijven hangen, smaakt dat nu naar meer? Komen er nog meer singles van Margriet? Wel, ik heb een heel nieuwe cd gemaakt, hè. Spiegelbeeld heet die, dat is een dubbel cd met één cd waar we de oude nummers opgezet hebben van Universal. En dan is er de nieuwe cd met de liedjes van Lekker Blijven Hangen onder andere, van Liefde voor Muziek, maar ook met 5 nieuwe nummers. En daar gaan we normaal gesproken denk ik in september aan beginnen. En we hebben ook een heel speciale versie gemaakt, ik mag daar niks van zeggen, maar ik ga toch maar zeggen voor de show besides. We hebben een foute party versie gemaakt van Lekker Blijven Hangen. Ik vind het gewoon geweldig, echt. Ik hoop dat de mensen er eens naar gaan googlen. Ga jij er dan ook op swingen? Ja, ik zou wel moeten, hè. En ik moet zingen ook, maar ik denk dat dat helemaal anders gaat zijn, want het is een ongelofelijke drive. Het is precies Tomorrowland. Ik voel me precies 30 jaar jonger, niet te geloven. Dus volgend jaar Margriet Hermans op Tomorrowland? Ja, dat is wel netjes iets te veel, denk ik. Maar ze mogen mijn plaat daar wel draaien, dat is een feit, want dat zijn toch DJ's die daar staan, hè.